the bottleneck slide in the juke joint liquor. He taught me how to play the blues. He grew a little corn and sugar cane, and he put it in the whiskey still. And everybody knows when you go down south that the blues don't pay the bills. They say, how you gonna pay them bills? Swamp on a whiskey, threw the bottles up on a hickory stump. Swamp on a whiskey, put them on up in the back of the trunk. Swamp on a whiskey, well, come on son and make a midnight run. Slide on in and take a ride with me, 'cause you can't learn the blues without the swamp on a whiskey. Lights flashing in the rearview mirror, and we pull right off the road. Well, then old man Charlie just gave him a jar, and those men in blue done let us go. And we took off down the road, singing swamp water whiskey. Fill the bottles up on a hickory stump. Swamp water whiskey. Load them on up in the back of the truck. Swamp water whiskey. Well, come on, son, and make a midnight run. Slide on in and take a ride with me, 'cause you can't learn the blues without the swamp or the whiskey. Yeah, it was a few years later that the feds caught on, and they put him in the county pen. And a 20-hour sentence turned out to be life, and I never came back again. But I'll play his song again and again. You have to do when that every road has to end. The rules are just like a guitar string, and they're only made to bend. And sometimes you gotta do it again and again. Swamp water whiskey, fill the bottles up on a hickory stump. Swamp water whiskey, load them on up in the back of the truck. Swamp water whiskey, well come on son and make a midnight run. Slide on in and take a ride with me, 'cause you can't learn the blues without the swamp water whiskey. Swamp water whiskey, fill the bottles up on a hickory stump. Swamp water whiskey, load them on up in the back of the trunk. Swamp water whiskey, well come on son and make a midnight run. Slide on in and take a ride with me, 'cause you can't learn the blues without the swamp water whiskey. Blik en Ballagefabriek Trentina is op 13 januari 1925 opgericht aan het Sloot in Hogeveen. Er werd gestart met 10 man personeel. Alhoewel de beginjaren niet rooskleurig waren, groeide de fabriek snel en nam het aantal werknemers toe tot 100. In maart 1930 is Trentina dan ook verhuisd naar de nieuwe fabriek aan de Prins Hendrikstraat. Het personeelsbestand nam verder toe tot 250 werknemers. In deze tijd werden nog veel werkzaamheden met de hand verricht. In 1952 werd Trentina overgenomen door Thomassen en Drijver. Vanaf dat moment vindt er een enorme groei plaats. Het aantal werknemers stijgt en in 1964 moet zelfs het naastliggende kanaal worden gedempt in verband met uitbreiding. Op dit moment heeft Thomassen en Drijver Fabriva NV in Hogeveen ongeveer 800 medewerkers en is daarmee de grootste werkgever in Hogeveen. Thank you.
Fabriek Hoogeveen is een van de 6 productiebedrijven van Thomassen & Drijver Verbliva NV, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Deventer. Het bedrijf heeft een 4-tal productieafdelingen die ondersteund worden door verschillende stafafdelingen. Er wordt 5 dagen per week gewerkt, hoofdzakelijk in 2- en 3-ploegendienst. Medewerkers kunnen via diverse overlegorganen meepraten en invloed uitoefenen op zaken die betrekking hebben op hun werk. Onder andere via ondernemingsraad, afdelingscommissies, werkoverleg. En dan behalve de duct. Daar zijn we het dus eens. Nou, jullie hebben nog even gehad over... De ondernemingsraad in overleg met directie. Hier worden onderwerpen besproken die de gehele fabriek betreffen. Als er zoveel ingepompt, nou, ik denk dat hier ook weer geld in gestaan gaat doen, maak de mensen voor. En je moet, we hebben een bepaald beleid, we proberen het op te ruimen, we zijn er mooi aan opgeschoten. Dat is in één bedrijf gelukt. Gekozen werknemers bespreken met chef en ondernemingsraad vertegenwoordiger zaken die de afdeling aangaan. Onze fabriek heeft 7 afdelingscommissies. In het werkoverleg bespreken werknemers met name onderwerpen die te maken hebben met hun eigen werk. Dus achter de lijn. Ja, dus de gunstiger is het voor de afdeling waar het heen gaat. Ja, want hoe hoger dat dit komt, ja, dus te meer risico dat je loopt dat de klant slechte rust krijgt. En er is nog meer vragen, jongens. Het wordt steeds beter. Dus dit werk houdt verband met het maken van bussen. Deze bussen worden gemaakt in verschillende soorten en maten voor de meest uiteenlopende producten. Het hoofdproduct van onze fabriek is de melkpoederbus. Zo'n bus bestaat uit een gedecoreerde romp, een deksel waarmee de bus na gebruik weer kan worden afgesloten, een bodem die in verband met het vullen los wordt bijgeleverd. We zullen in het kort laten zien hoe zo'n bus gemaakt wordt. Dit is natuurlijk wel erg kort. Dit ging te snel. Laten we nu eens rustig gaan bekijken wat er allemaal voor nodig is om een bus te maken. Pak en blik worden gelost en tijdelijk in opslag gezet. Dit blik komt voornamelijk van de hoogovens. Ja.
In zo'n pak zitten gemiddeld 1400 bladen en weegt 1500 kilogram. Uit zo'n pak worden ongeveer 2500 busjes gemaakt. Het blik dat gebruikt wordt om er bussen van te maken, bestaat uit dunne staalplaten met aan beide kanten een laagje tin. Het grootste gedeelte van het blik gaat nu naar de lakkerij-drukkerij. Hier wordt het blik gelakt en bedrukt. Voor het lakken zijn twee redenen. De binnenkant van de bussen wordt gelakt om de inhoud te beschermen. De buitenkant van de bus krijgt een witte laklaag om als ondergrond voor het drukwerk te dienen. Regelmatig worden de platen gecontroleerd door de vakman aan de machine. Daarna verdwijnen de platen in een lange oven om gedroogd te worden. Om te kunnen drukken is er een beelddrager nodig die het beeld overbrengt. Het maken van die zogenaamde drukplaat gebeurt op de afdeling kopie. Op die plaat wordt een lichtgevoelige laag aangebracht. Door de ronddraaiende beweging wordt de laag egaal over de drukplaat verspreid. Net als bij de fotografie maakt men eerst een negatief. Met behulp van dit negatief wordt de lichtgevoelige plaat in de kopiemachine belicht. Is de plaat klaar, dan kan die naar de drukpers toe. Een gedecoreerde bus heeft meerdere kleuren die in een aantal gangen op de plaat worden gebracht. We zien nu de afbeelding op het blik komen en de drukker controleert de plaat. De platen moeten net als in een lakkerij-drukkerij gedroogd worden. In plaats van draaiing door de gasoven kan dat ook gedaan worden door ultraviolet licht. Hierdoor wordt veel ruimte bespaard. Achter de lijn worden de bedrukte of gelakte platen opgevangen en opnieuw steeksproefgewijs gecontroleerd. Daarna wordt het blik ingepakt en in stellingen gezet. Hier kunnen 3000 pakken opgeslagen worden. We verplaatsen ons nu naar de dekselafdeling. In deze afdeling worden verschillende soorten en maten deksels gemaakt.
Om zo ver mogelijk uit de plaat een blik te kunnen halen, worden deze eerst op een speciale manier geknipt. Zodoende blijft er zo weinig mogelijk afval over. Het blik dat na de bewerking overblijft, wordt verzameld in afvalbakken. De afvalbakken worden op een centrale plaats gelegd. Daarna wordt het afval afgevoerd naar een smelterij die het staal en het tin scheidt, zodat dit weer gebruikt kan worden. In de pers worden uit stroken blik deksels of ringen gestampt. De paldeksels bestaan uit een ring, een deksel en aluminiumfolie dat dient voor luchtdichte afsluiting van de bus. De medewerkers doen de bevoorrading, verzorging van machines, verhelpen van storingen en controle van de producten. Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij al deze facetten kan uitvoeren. Om het lawaai zoveel mogelijk te beperken, zijn geluidwerende kasten om de machines geplaatst. Vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn, is dit nog niet overal gerealiseerd. In de dekselafdeling worden niet alleen ronde deksels en bodems gemaakt voor met name melkpoederbussen, maar onder andere ook rechthoekige. In de rand van alle deksels en bodems wordt rubber aangebracht voor luchtdichte afsluiting van de bus. Om medewerkers met alle facetten van het werk bekend te maken, krijgen ze praktijkbegeleiding van instructeurs. In onze halfautomatische afdeling worden veel soorten bussen, inclusief deksels, in kleine aantallen en afwijkende maten gemaakt. Daardoor is het productieproces niet verregaand geautomatiseerd. Dat is te zien aan het relatief grote aantal mensen die aan een productielijn werken. Voordat er bussen kunnen worden gemaakt, moet men eerst rompen knippen. In sommige gevallen krijgt de romp een bewerking, waardoor de bus later met een sleuteltje kan worden opengemaakt. Als de romp geknipt is, wordt hij in zijn vorm gebracht en gesoldeerd. Bij vleesbussen wordt de naad aan de binnenkant afgeplakt met tape. In deze afdeling staat de ontwikkeling niet stil. Solderen wordt steeds meer vervangen door lassen. De meeste deksels en bodems worden in eigen afdeling gemaakt. In Hogeveen wordt de bus aan één zijde gesloten.
De andere kant wordt door onze afnemers dichtgevelst na het vullen van de bus. Na controle worden de bussen ingepakt in zakken, dozen of op pallets. Als het juiste aantal bussen op de pallet zit, wordt er een kartonnen omslag en een etiket met streepjescode op aangebracht. Nu kunnen ze worden afgevoerd naar de magazijnen. Wat is er nu allemaal nodig om zo'n fabriek draaiende te houden? Het transformeren van elektriciteit voor licht en aandrijving van 10.000 naar 220 of 380 volt. Het opwekken van perslucht en vacuüm door compressoren en pompen. Verwarming van bedrijfsruimten met gasgestookte centrale verwarmingketels. De bedrijfstechnische dienst is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van machines, heftrucks, apparatuur en niet te vergeten het productiegereedschap. Dit wordt gedaan in goed ingerichte werkplaatsen met moderne machines en controleapparatuur. In het technisch magazijn liggen nieuwe onderdelen en handelsartikelen opgeslagen en worden diverse materialen op maat afgeleverd. Nou, wil dan nou zo met die vingers heel liggen, maar ook niet de stief pakken, hè? Voor een heel liggen pakken. TDV Hogeveen verzorgt een groot deel van de opleiding voor de eigen werknemers. In de productietechnische school worden met name jonge mensen opgeleid voor productiefuncties. Deze opleiding duurt gemiddeld 1,5 jaar. En nou die vingers mooi indrukken. Naast het praktijkgedeelte wordt veel aandacht besteed aan theorie. Kort gezegd is de productietechnische school een mini-fabriekje waarin alle facetten van het bussen maken aan de orde komen. Want we moeten namelijk een goede percentage rubber moeten erin, hè? Er mag ook niet meer in zitten. Dan doen we namelijk de groene rubber in die rand hier. Je boet nou. In onze fabriek is ook de mogelijkheid aanwezig om een landelijk erkende opleiding voor bankwerker te volgen via de stichting Opleiding Metaal. Gedurende deze 2-jarige opleiding worden naast theorie technische vaardigheden bijgebracht. Het werkstuk voor het eindexamen moet voldoen aan een grote nauwkeurigheid. Per 14 dagen moet een opdracht worden gemaakt die eerst wordt doorgesproken en uitgelegd. Groeflaag, ja. Of, ja. En dan deze, Koen. Tonlaag, ja. Prima. Dus dit is eigenlijk... Bovendien krijgen tweedejaarsleerlingen uitleg over de werking van persluchtinstallaties. Precies zien wat er gebeurt. Dus deze is naar het regeltje in naar de aarde. Terugkerend naar het productieproces gaan we een kijkje nemen in de volautomatische bussenafdeling. Hier wordt namelijk in 2 en 3 ploegendienst gewerkt. De bussen worden als volgt gefabriceerd. Allereerst worden platen geknipt tot vlakke rompen. Daarna wordt deze vlakke romp tot een bus gevormd, gelast, van een bordenrand voorzien en daarna gecompleteerd door er een deksel op te velsen.
De snelheid van de bussenlijn varieert van 250 tot 450 per minuut. Wanneer de afdeling in volle productie is, worden er 1 à 1,5 miljoen bussen per dag gemaakt. Telt u even mee? Ze zijn toch wel allemaal in orde? Kom jij eens even terug? Zie je wel, het is wel goed. De volautomatische afdeling kent verschillende bussoorten. Een opmerkelijke soort is de vierkantbus, die weliswaar langzamer geproduceerd wordt, maar waarbij het vakmanschap van de technici en bezetting zeker een vereiste is. Het overgrote deel van de bussen wordt, nadat ze klaar zijn, naar de inpakkerij getransporteerd. Iedere productielijn heeft een inpakmachine, die de bussen laag voor laag op een pallet stapelt. De bediener op deze machine doet tevens de eindcontrole op het product. Het automatische afvoersysteem zorgt ervoor dat de pallets met bussen naar het magazijn getransporteerd worden. Daarna worden ze voorzien van kartonnen omslagen en dichtgebonden. De pallets met bussen zijn nu gereed voor opslag in de magazijnen of levering aan onze afnemers. De kwaliteit van de bussen staat hoog in het vaandel van onze fabriek. Naast de controles door het productiepersoneel wordt ons product tijdens het gehele proces zorgvuldig op verschillende kenmerken gecontroleerd door de mensen van de afdeling kwaliteitscontrole. Tijdens het lakken wordt gecontroleerd of de juiste hoeveelheid lak op de platen is aangebracht. Het drukwerk wordt vergeleken met de standaard. In de dekselafdeling worden de producten door de controleurs nagemeten. De hoeveelheid rubber in de deksels is van groot belang voor een dichte bus en het gewicht wordt dan ook regelmatig gecontroleerd. Door middel van bepaalde testmethodes wordt gecontroleerd of de bussen luchtdicht zijn. Regelmatig controleert men de bussen op de juiste maten.
kwaliteitsinformatie wordt verwerkt en teruggerapporteerd naar de productieafdelingen. De afdeling magazijnen, expeditie en transport maakt ook van de computer gebruik om voorraden te registreren. De gegevens hiervoor staan op de begeleidingsbon met streepjescode die aan elk afgeleverd pallet hangt. Alle transport binnen de fabriek wordt door middel van heftrucks verzorgd. Daar zijn er nogal wat voor nodig. Bussen worden tijdelijk opgeslagen in de bussenmagazijnen. Per dag zijn dat zo'n 1000 pallets. De producten die Thomas en een drijver Verbriva NV Hogeveen maakt, worden door vrachtwagens naar de klanten gebracht. Doordat de wagen in een laadkuil rijdt, komt de laadruimte op de juiste hoogte. Wat gebeurt er nu verder met onze bussen? Het merendeel van onze melkpoederbussen wordt in Nederland gevuld en daarna over de gehele wereld geëxporteerd. Blik in en uit Hogeveen heeft u een overzicht willen geven van hoe Thomas en een drijver Hogeveen blikverpakkingen produceert.